Piliak, Nederland 1. Goedenavond. Van de cursus Kunstgeschiedenis, les 8. Voordat we op het eigenlijke onderwerp van dit programma, de 18e eeuw, ingaan, kijken we nog even terug naar de kunst van de 17e eeuw. En we doen dat alvast door de bril van de 18e eeuw, om te zien hoe de blik van kunstenaars en kunsttheoretici toen al veranderd was. De veranderende waardering voor het werk van Rembrandt is een goed voorbeeld. We hebben gezien hoe zijn opdracht voor het stadhuis van Amsterdam in 1661 een moeizame ontwikkeling doormaakte en we hebben ons afgevraagd wat voor redenen er hebben bestaan waarom de opdracht uiteindelijk niet doorging. We weten niet precies, daarvoor bestaan er te weinig documenten, of er artistieke of andere bezwaren hebben gegolden. Dat die artistieke bezwaren er enkele tientallen jaren later wel bestonden, blijkt uit een aantal geschriften van theoretici die handboeken uitgaven met beschrijvingen en beoordelingen van de schilders van voor hun tijd. Zoals de al vaak genoemde Karel van Mander in 1604 zijn schilderboek uitgaf, zo gaf de Leresse in 1707 zijn groot schilderboek uit. De Leresse was zelf ook schilder. Dit is een schilderij van hem, Antonius en Cleopatra, en het is wat je noemt klassicistisch. Zijn coloriet wijkt sterk af van wat tot die tijd gebruikelijk was. Heldere, soms schelle kleuren, een gladde manier van schilderen, lineaire contouren en schaduwen, dit alles in toneelmatige, dramatische houdingen. Dat zijn allemaal kenmerken van de klassicistische kunst. Als de Leresse het over Rembrandt heeft, steekt hij in eerste instantie zijn bewondering niet onder stoelen of banken en vergelijkt hem met Italiaanse meesters als Titiaan. Maar over Rembrandts laatste jaren is hij minder tevreden. Hij maakt bezwaar tegen zijn kleurgebruik en ook heeft de Leresse moeite met wat hij noemt de druipende peintuur. En als hij het over Rembrandts voorstellingen heeft, vindt hij dat deze op losse en spookachtige inbeeldingen berusten. Een andere schilder en theoreticus, Arnold Houbrake, komt in 1718 uit met zijn grote schouwborg en verwijt Rembrandt vergelijkbare zaken. Hij vindt dat deze de schilderijen vaak niet heeft voltooid, dat hij te veel tot verandering werd gedreven, dat hij zich aan geen regelen wilde binden en ook maakt Houbrake bezwaar tegen de verfopdracht, de peintuur. Hij zegt letterlijk: het lijkt wel of het met de metselaarstruffel was aangesmeerd. Het blijkt dat in de Nederlandse kunstliteratuur van die tijd de waardering zakt voor de ruwe of losse manier van schilderen en men de voorkeur gaf aan de gladde of nette manier. Als we nu kijken naar een 17e eeuw schilder die wel gewaardeerd werd door Houbrake, dan komen we terecht bij Jan Steen. En als we lezen in zijn beschrijving van Steens schilderij het Sint-Nicolaasfeest, dan gaat dat als volgt: dus natuurlijk en geestig is van hem ook geschilderd een jonge opgeschoten julfus, staande te huilen omdat hij in zijn schoen ziet een roe of gart, in stee van iets smakelijks steken. Het blijkt dus dat natuurlijkheid en geestigheid, een soort luchtigheid, elementen zijn die Houbrake het meest aanspreken en dat blijkt aan te sluiten bij de hele sfeer van die tijd. Een levensstijl die voortkwam uit een periode van stilstand, misschien van een zekere zelfgenoegzaamheid. Een periode waarin tegenstelling tot de dynamische en serieuze 17e eeuw plaats is voor frivoliteit, voor elegance en zeker niet voor een zware religieuze moraal. Ook de schilder Cornelis Troost moet Steens schilderij gewaardeerd hebben, want hij heeft er zich op geïnspireerd voor zijn eigen Sint-Nicolaasfeest. Hier ziet u een prent naar dit verloren gegaane schilderij van Troost. Bij Jan Steen was er sprake van een heel scala van emoties. Bij Troost is het eigenlijk een reportage van de gebeurtenis met een duidelijk hoofdaccent op de huilende jongen waar alles zich naar richt. En de grootste veranderingen zijn misschien wel zichtbaar in de aankleding. De klassieke buste op de schoorsteenmantel en de meubels wijzen op een veranderde smaak.
De chique kleren geven de figuren die frivole elegance waar zelfs de speelgoedpop zich bij aanpast. Na het overlijden van de kinderloze Willem III in 1702 begon het tweede stadhouderloze tijdperk in de Republiek. De gebreken van de staatsinrichting traden duidelijker aan het licht. Pogingen tot verbetering van de binnenlandse politiek leidden dan ook tot niets. Het regentendom had zich ontwikkeld tot een gesloten kaste, waarin buitenstaanders niet of nauwelijks meer konden doordringen. Bij de Vrede van Utrecht in 1713, die een einde maakte aan de Spaanse successieoorlog, werd weinig rekening gehouden met de belangen van de Republiek, die nu als grote mogendheid had afgedaan in de buitenlandse politiek. Ze was onherstelbaar verzwakt en ze verzonk in een tijd van verstarring. De moraal van de regentenrepubliek werd: laat ons nu maar vrij handel drijven in vrede en niet betrokken worden bij andermans conflicten. In het handel drijven telde het land nog wel degelijk mee, maar de grote mogendheden als Engeland en Frankrijk begonnen de republiek te overvleugelen. Op het gebied van de geldhandel stond de republiek echter bovenaan. De Hollandse kooplieden werden de bankiers van Europa. Amsterdam werd steeds meer de centrale geldmarkt van de hele wereld. Men belegde zijn geld in prachtige huizen en leefde er goed van, in een sfeer van elegance en zelfgenoegzaamheid. In kleding, manier en taal trachtte men de Franse adel zoveel mogelijk na te volgen. Ook in de beeldende kunst werden de Franse ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Kunstenaars als Antoine Watteau, François Boucher en Nicolas Lancret bepaalden het Europese beeld van de 18e eeuw. En hier zijn we dan in zo'n 18e eeuws interieur op het landgoed Bekenstein in Velzen. Het werd rond 1720 gebouwd op de grond van een veel oudere hofstede door de Amsterdamse koopman Jan Trip de Jonge, zoon van de bekende Amsterdamse burgemeester Jan Trip. We zijn hier in de woonkamer en we zien hier meubilair uit de 18e eeuw, Lodewijk 15, een kabinet en een commode, ook Lodewijk 15. Ook eigentijdse schilderijen, waaronder een schilderij van Cornelis Troost, dat heet De Misleiden. Het speelt zich af in de taverne Het Bokje in de Haarlemmerhout, waar op de eerste etage een blote billengezicht uit het raam hangt, waar iedereen vreselijk om moet lachen. Beneden zitten twee leden van de Zwarte Kousenkerk. Ze zitten enigszins voor gek, omdat ze niet doorhebben wat er boven hun hoofd hangt. De titel De Misleiden slaat ongetwijfeld ook op de satirische kijk die Troost op het al te strenge geloof had. Overigens zijn het geen oorspronkelijke meubels die hier in Bekenstein staan. Ze zijn te leen uit het Rijksmuseum. En zo was het toch mogelijk om 18e eeuwse stijlkamers in te richten, zoals dit porseleinkabinet, waar een hele mooie lichtstoel staat, die op zijn Frans heet de Duchesse en bateau. Oftewel de hertogin in de boot. Een stoel waar je eigenlijk niet veel meer in kan doen dan lekker landerig in luieren. Maar dit kabinetje laat ook iets zien van de belangstelling die er in die tijd bestond, al voor de Chinese en Japanse cultuur. De plaquettes die hier van email, die hier aan de wand hangen, zijn afkomstig uit Canton en dateren ook uit de 18e eeuw. Ze werden speciaal voor de West-Europese markt gemaakt en werden dan weer op zijn Frans genoemd Chine de Commande. We zijn hier in de antichambre of wacht- en ontvangkamer, waar de gasten bleven wachten terwijl ze werden aangediend bij hun gastheren. Ook hier weer 18e eeuws meubilair, Lodewijk 15. Een heel mooi ingelegd houten kastje met een rozenmotief, een secretaire. En een commode, ook ingelegd hout, ook Lodewijk 15. Waarop we een terracotta buste zien van een Franse beeldhouwer, tweede helft 18e eeuw. Het doet een beetje denken aan de portretbusten die we ook zagen op de prent naar Troost van het Sint-Nicolaasfeest. Ook van Troost hier een schilderij, een portret van Maria Magdalena van Stavenisse met de heel typisch 18e eeuwse witte poederpruik. Deze mevrouw van Stavenisse heeft niet op Bekenstein gewoond. Maar je moet zich voorstellen dat een vrouw des huizes van zo'n landgoed er zomers met de kinderen alleen verbleef, zo tussen mei en oktober. En dat de echtgenoot de hele zomer in Amsterdam was. Die kwam dan alleen in de weekends te paard aanzetten.
Het waren overigens niet echt eenvoudige families die op dit soort landhuizen woonden. De eerste eigenaar had 17 dienstbodes, een koets met 4 paarden en een kapitaalhuis op de Herengracht er nog bij. De façade van Bekenstein dateert uit de 20e jaren van de 18e eeuw en hoort tot de Lodewijk XIV stijl. Nog heel symmetrisch, met geblokte pilasters, een rijke bekroning en zo'n typische zonnewijzerachtige klok. Nog symmetrischer dan de façade is de klassicistische tuin die in de stijl van Le Nôtre, de beroemde Franse tuinarchitect, rond 1700 werd aangelegd. Strak, met geometrische bloemenperken en rechte lanen en sculpturen. Aan het eind van de 18e eeuw zou men hier achter als contrast, en omdat dat toen veel meer in de mode was, een Engelse landschapstuin aanleggen. Daarmee is Bekenstein nu nog het enige landgoed waar deze twee extreem verschillende tuinsoorten op één gebied verenigd zijn. Een dergelijke omgeving, een ontmoetingsplaats voor de Amsterdamse elite, werd in 1780 door een Italiaans jurist als volgt beschreven. De heren aan wie zij toebehoren brengen er het mooie jaargetijde door als vorsten. Ze hebben voortdurend veel mensen te gast die ze luisterrijk onthalen en op alleraangenaamste wijze de tijd doen doorbrengen. Dat schreef hij in zijn brieven over Holland in 1780. En een dergelijke omgeving is ook vaak het onderwerp van de schilderijen van de typisch Amsterdamse schilder Cornelis Troost. Dit is het portret van Cornelis Troost, geboren in 1696, met een zekere naam als schilder sinds het jaar 1724. Het is een zelfportret, niet meer dan 12 centimeter hoog. Een elegant miniatuurtje, typisch voor die tijd. Dit is ook een zelfportret van Cornelis Troost, ongeveer een meter hoog. Dit keer gaat het om een representatief portret. De schilder heeft zichzelf in een schilderij afgebeeld, wat hem een grote allure geeft. Het bedriegelijke effect van het geschilderde werk wordt verhoogd doordat het tegen de marmeren wand lijkt aan te leunen, met een ruime lap stof ervoor langs en een palet en een tekening er losjes tegenaan gezet. Palet en tekening wijzen op het vak dat Troost uitoefent, schilder en tekenaar. Maar hij doet nog meer. De marmeren achtergrond wijst erop dat hij ook werkzaam was als decoratieschilder van de Schouwburg, waar hij veelvuldig dagelijks achtergronden moest schilderen. Troost was ook enige tijd actief als toneelspeler. Hij trouwde met een dochter uit een acteursfamilie en zijn relaties met de toneelwereld blijven zijn hele leven een belangrijke rol spelen. Ook is de samenhang tussen de takken van kunst vaak een thema in zijn werk. Dit portret van Van der Meers, beter bekend als de muziekliefhebber, laat een figuur met een brede culturele belangstelling zien. Want niet alleen is hij afgebeeld met een cello, hij houdt ook een tekening vast en op de tafel ligt een blauw tekenblok opengeslagen. Dit werk laat goed zien wat een uitstekend portretist Troost was. Een vak dat hij al vroeg geleerd had van zijn leermeester, die werkte in de traditie van de 17e eeuw Gerard Douw. Er is veel ruimte om de figuur heen. Hij is deel van zijn omgeving, in dit geval de omgeving van een verfijnd man met de attributen van zijn hobby's. Een heel contrast met de statige 17e eeuwse portretten waar men zich kordaat en robuust liet afbeelden in zijn beroep als kapitein, als geleerde, als koopman. Qua techniek is het portret glad en zorgvuldig geschilderd. Het zou bijna saai zijn als het niet zo'n schitterende vondst had in die drie heldere kleuren, rood, geel en blauw, vlak naast elkaar, die het grijs van het pak ineens relief geven. Rond de jaren 40 richt Troost zich meer op theateronderwerpen dan op portretten en de vele toneelstukken die dan populair zijn, worden allemaal wel meer dan eens door Troost in beeld gebracht. De bruiloft van Chloris en Roosje, Beslikte Zwaantje, De Ontdekte Schijndeugd enzovoorts. Hier is een scène uitgebeeld uit het stuk De Spilpenning,
uit het derde bedrijf, als Johanna's speelzucht ontdekt wordt door haar man Gerard en haar vader Augustijn, die zich als Poolse kooplieden verkleed hebben. Uitgebeeld is het moment waarop de verkwistende Johanna kleren die ze nog geen 2 maanden tevoren voor meer dan 100 gulden had laten maken, nu voor 31 gulden en 10 stuivers aan de zogenaamde opkopers verkwanselt. De onderwerpen van de stukken zijn dus wel degelijk moralistisch, maar de manier waarop Troost ze verbeeldt is speels en lichtvoetig. Er is nooit die vermanende vinger of die dwingende tekst die je in het 17e eeuwse genrestuk zo vaak tegenkomt of op zijn minst aanvoelt. Een belangrijk element daarin is ook de afstand tot de figuren. Deze zijn als poppetjes in een poppenkast weergegeven. Niemand kijkt bovendien de toeschouwer aan. Het raakt je als kijker niet. Het is een scène waar je naar kunt kijken. Toch zijn het alledaagse scènes in interieurs en zijn de toneelscènes niet weergegeven alsof ze op het toneel plaatsvinden. Gek genoeg zit dat toneeleffect wel in een heel groot groepsportret, de regenten van het Aalmoezeniers Weeshuis in Amsterdam. Het is een heel groot schilderij waarvan u zich moet voorstellen dat het nog veel breder is geweest. Aan het eind van de vorige eeuw zijn er aan beide kanten hele stukken afgesneden. Dat blijkt uit een voorstudie die hier hangt en die een indruk geeft van hoe de verhoudingen moeten zijn geweest. Aan beide kanten grote stukken van een lijsttoneel. En de regenten blijken op een soort podium te zitten waar trapjes naartoe leiden. Dat geeft hun een superieure positie, maar ook iets van acteurs in een toneelstuk. Veel meer eigenlijk dan bij de schilderijen van Troost die echt toneelstukken in beeld brachten. Dat feit heeft veel vragen opgeroepen. Of Troost soms het hele leven als een schouwtoneel zou hebben gezien, of dat hij de macht uitsluitend ironisch bekeek. En tegelijkertijd worden er ook heel andere suggesties gedaan, dat dit schilderij bijvoorbeeld terug zou gaan op een voorstelling van het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Hoewel er moeilijk iets definitiefs over te zeggen valt, want we kennen geen enkele brief, geen uitspraak of wat dan ook van Troost buiten zijn schilderijen, ben ik er toch meer toe geneigd om van de eerste theorie uit te gaan. Per slot blijft het opvallend dat Troost van de werkelijkheid een toneelstuk maakt en zijn toneelstukken als de werkelijkheid laat zien. En voor een schilder die zoveel met het toneel te maken had, is het heel aannemelijk dat hij het leven als een spel zag en de wereld als een schouwtoneel. Een van de aardigste voorbeelden van het werk van Troost, waar hij toneelelementen, zoals het verloop van tijd en wisselende decors voor de verschillende akten verwerkt, is de Nelri-serie. Het is een van Troost's meest bekende werken en notabene al openbaar tentoongesteld sinds 1829. Nelri is een verzonnen woord dat wordt gevormd door de eerste letters van de Latijnse titels van de 5 werken. Zo heet de eerste scène Nemo loquebatur, niemand sprak. 7 vrienden zijn bijeen en roken rustig een pijp. De eerste fles wordt opengetrokken en de vrouw des huizes verdwijnt. Het is 5 uur op een vroege winteravond. De kaarsen zijn zojuist aangestoken. De vrienden raken in gesprek, heet de tweede tafereel. Rechts wordt, wellicht door de heer des huizes, een schilderij bij kaarslicht aan een vriend getoond. Aan tafel wordt een spel gespeeld. De kaarsen zijn al half opgebrand. In de volgende scène gaat het al heviger toe. Iedereen maakt grote gebaren. Een van de vrienden krijgt belangstelling voor het dienstmeisje. Een wereldbol en kaarten zijn bewijsstukken voor een felle discussie aan tafel. En de titel luidt: iedereen spreekt door elkaar. De kaarsen in deze kamer zijn al bijna opgebrand, maar in het vertrek ernaast zijn al nieuwe aangestoken en wordt de tafel gedekt voor een volgende episode. Die ontaart, na een ongetwijfeld copieuze maaltijd, alweer in een drinkgelag. Servetten zwieren overal rond, een hoed, wat flessen en een stoel zijn omgevallen. 1 heer aan tafel lijkt reeds ingedommeld. Titel: het werd lawaaiig in huis. Laat in de nacht
neemt het gezelschap afscheid. De koetsier wacht al met een van hen, terwijl twee vrienden elkaar onstuimig kussen, een ander zijn kans en een borst grijpt en bovenaan de trap iemand geheel onwel wordt. De slottitel, wie nog lopen kon, ging heen, de anderen vielen. Het aardige van deze serie pastels, eigenlijk een 18e eeuw stripverhaal, is de spot waarmee het verhaal is verbeeld en de afwezigheid van vaderlijke vermaningen. Alleen een klein detail verraadt een geheven wijsvinger. Als naam staat er op het huis geschilderd Leveraard Biberius. Een toespeling op het overmatig drankgebruik door het Nederlandse woord lever en het Latijnse woord bibere, drinken. Alles eerder noemde Troost een van zijn gefantaseerde huizen de Drinkenburg. Als in zoveel andere werken van Troost zien we ook hier weer de aan toneelscènes verwante manier van weergeven, waarbij hij nu dankzij het werken met een serie van 5 ook het tijdsverloop kan laten meespelen. Tot nu toe hebben we het alleen nog maar over die 18e eeuw gehad, alsof het een periode van zelfgenoegzaamheid en alleen maar vol frivoliteit zou zijn geweest. Een periode die met de nodige ironie moest worden bekeken, zoals ook een schilder als Cornelis Troost, zoals we hebben gezien, dat heel goed kon. Een heel ander aspect van die 18e eeuw hebben we nog niet bekeken. Dat is de opkomst van de rede, die een onderzoekende wetenschappelijke benadering van de wereld die samenging met een sceptische houding ten opzichte van het geloof. Europees gezien wordt dat de periode van de verlichting genoemd en de nadruk valt daarbij in Europa op Frankrijk en vooral op schrijvers als Voltaire, Diderot en Montesquieu. Een schrijver als Diderot heeft in tussen 1751 en 1772 samen met de wiskundige D'Alembert een hoofdwerk van die verlichting geschreven. Het is de 11-delige encyclopedie en die heet voluit de Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers. Dat wil zeggen van de kunsten, van de wetenschappen en van de handwerken. Die encyclopédie, waarvan we hier een deel zien, had een tweedelig doel. Als encyclopédie moest hij de samenhang van de menselijke kennis laten zien en als dictionair de basis en grondprincipes geven van elke vorm van wetenschap en kunst. In Nederland was van een dergelijk groots opgezette onderneming geen sprake, maar er waren wel belangrijke wetenschappelijke initiatieven die vergelijkbaar zijn met zo'n encyclopedie. En dat is voornamelijk de oprichting van het instituut hier in Haarlem waar we hier zijn, het instituut Teyler. Pieter Teyler heeft in 1778 in zijn testament, toen hij overleed, in zijn testament laten zetten dat daar een instituut, een museum moest worden opgericht, wat een heel compleet karakter zou krijgen. Daar zou een kunstcollectie inkomen, daar zou een grote bibliotheek inkomen en een belangrijke afdeling natuurwetenschappen. En er was zelfs bepaald dat er aan sociale zorg moest worden gedaan. Het belangrijkste aspect is de systematische ordening van de natuur die we hier tegenkomen en die we terugvinden in de opstelling en de inrichting van de collectie. Meneer Buisman, we lopen hier in Teylers museum. Wat was het idee van Teylers toen hij in zijn testament liep te bepalen dat hier een museum moest komen? Waarom? Teyler was een man van zijn tijd. Hij had zijn geld verdiend grotendeels met de laken- en zijdehandel en fabricage. Maar hij heeft erg goed de gedachten van zijn tijd aangevoerd en gepropageerd. Dat kwam voort uit de encyclopedie. In 1752 verschijnt de encyclopedie. Dat was een baanbrekend werk. De catalogisering en de inventarisering van heel veel kennis en wetenschap. En dan ontstaat de behoefte om dat ook te zien en daarmee de gemeenschap te kunnen onderwijzen. De uitgangspunt was natuurlijk toch de rede.
en het geluk van de mensen wat mogelijk zou worden door de kennis. En wat waren precies de doelstellingen en de verschillende afdelingen van van de collectie? Ja, er was eigenlijk geen verschil tussen kunst en wetenschappen. Dat is uit de klassieke oudheid was dat een erfenis, dat het voortkomt uit de idee, de scheppende gedachte die in ieder mens verondersteld werd en die zich uiten kan in of kunsten of wetenschappen. En in Teylen is dat dan ook nog allemaal samen. Je ziet dat geloof ik ook aan die... Ja, in deze zaal dit was de kern van het oude museum, in 1780 gebouwd. En hierin zie je alles bij elkaar. Hieronder zaten de tekeningen. Dit is de collectie van de mineralen en de fossielen. In de kasten de natuurkundige instrumenten. En hierboven, in de architectuur ook opgenomen, zijn die verschillende hoofdstukken van de encyclopedie. Dus je hebt hier zitten de tekenkunst, de schilderkunst, de godsdienst was een belangrijk punt voor de stichting, de astronomie. En zo gaat dat eigenlijk helemaal door. Het zijn de hoofdstukken van de encyclopedie. En je vindt dat in alles terug. De oorspronkelijke kern van de verzameling van Teylen was vrij klein. Dat waren Haarlemse tekeningen. Maar al gauw wordt er een belangrijke collectie gekocht. Ja, de grote slag heeft de stichting geslagen door de aankoop van de verzameling van Christina van Zweden. Dat waren 2000 Italiaanse tekeningen. En daar zat in 25 van Michelangelo, 20 Raphaël, 1000 van Guercino, 75 van Claude Lorrain. Prachtige landschapstekenaar. Ik noem nou maar wat namen, maar het was eigenlijk een overzicht van de tekenkunst, de Italiaanse tekenkunst van de 16e en de 17e eeuw. En daarmee was Teylen ineens een prentenkabinet op internationaal formaat geworden. En wat was op hetzelfde moment dan natuurwetenschappelijk het belangrijkste van de verzameling? Dat was het meest spectaculair was de elektriseermachine van Van Marum. Die staat hier opgesteld in een volgende zaal. En die is gebouwd in 1784. En het instrument is op zichzelf ook zo mooi. Het meubelgedeelte is ontworpen door de architect van deze zaal, Veervan. Dus het is ook een mooi instrument om te zien. Maar... Is dat iets wat we nu vinden? Of waren ze daar toen ook bewust mee bezig met die esthetiek? Nee, het was een natuurlijke behoefte om iets wat wetenschappelijk waarde had. Het moest ook mooi zijn. Het hoorde bij elkaar. Het was de platonische gedachte eigenlijk. En dat resultaten waren ook geweldig. Dat was 300.000 volt. En daar deed hij bliksemproeven mee. En proeven op dieren en spieren, contracties en zelfs op het hart. De invloed van de elektriciteit op het hart. Dus ja, het waren allemaal moderne experimenten. Maar naast die moderne experimenten waren er ook demonstraties voor het publiek. Er waren allerlei instrumenten waarmee je de ontwikkeling van de wetenschappen kon demonstreren en dat de mensen vertrouwd mee kon maken. Een brandspuit, de bekende Maagdenburger halve bolle, de centrifugaalmachine waarmee je de centrifugekrachten kon demonstreren. Het was zowel praktisch gericht naar buiten voor de ontwikkeling van de techniek en ook intern de ontwikkeling van de pure wetenschap. En dat is zo lang gebleven. De Teyler Stichting in Haarlem is niet het enige wetenschappelijke instituut dat dan in Nederland wordt opgericht. Net zo min als de schilder Cornelis Troost de enige is die het beeld van de eerste helft van de 18e eeuw bepaalt. In ons volgende programma, dat gaat over de 19e eeuw, gaat het weer om die relatie met Frankrijk, maar dan op een heel andere manier. Nederland is dan inmiddels bezet geweest door de Fransen en een koninkrijk geworden. Op alle mogelijke manieren zullen de Nederlanders dan proberen hun grote nationale verleden te herstellen en in de herinnering terug te roepen. En dat is en blijft de Gouden Eeuw. Van de zendtijd voor Teliac. Goedenavond.